Zo. Lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Goedemorgen. Nou, jullie zien het. Aan het bos. Ik ben weer zo lopen. En omdat het juist lekker ging, nou, niet bepaald. Nee, sterker nog, het was ruk. Het was ruk. Vorige week had ik dan gelopen. Eén rondje. Daar had ik nu even klaar voor. Vanwege het brengen van mijn zoon naar het vliegveld. Zeg maar, 's morgens vroeg op. Naar Düsseldorf, terug. Enzovoort, enzovoort. Vandaag, ik ben niet te laat naar bed gegaan. Gewoon tijd naar bed gegaan. Ga je lopen. Tweede ronde. Niet mijn linkerkuit, maar mijn rechterkuit. Bah! Jongen. Het is toch wat. Het is me niet gegund deze keer. Ouderdom? Kan. Wil ik te veel? Nee, want ik heb het tempo heb ik gewoon aangepast. Ik had mij voorgenomen, zoals ik al eerder gezegd had, om niet te proberen om een bepaald tempo te lopen, maar gewoon om weer rustig aan op te bouwen. 3 rondjes, 4 rondjes. Om weer in het bos te gaan lopen. En dan ben je ermee bezig, rustig aan lopen. En dan krijg je nog dit. En dan denk ik bij mezelf, fuck it. Dus echt no. Bah. Ik baal hier zo van. Maar goed. Iets leukers. Vandaag ga ik een motortourrit rijden. Het is me toch gelukt om de dienst te wisselen met een collega. En ik ga het beleven. Het is een de Kawasaki Vulcan Club. Dus alleen maar Kawasaki's en alleen maar Vulcans. En dat natuurlijk in allerlei soorten en maten. Van zware tot lichte. Mag ik aannemen. Verzamelen ergens in Tilburg. Dus ik ben benieuwd. En dan gaan we, ik geloof, ergens een rondje door België heen, een stukje. Dus ik ben benieuwd hoe dat het gaat uitpakken en hoe gezellig dat het is. Dus even afwachten. Maar goed, daarentegen ga ik natuurlijk dan ook niet naar de sportschool. Want ik moet op tijd Tilburg zijn. Dus dan zit er een sportschool niet in. En ik moet eerlijk zeggen dat ik er nou ook helemaal geen behoefte aan heb nu. Dat met die kuit. Vorige week ben ik wel naar de sportschool geweest. Dus dat had ik in ieder geval nog wel gedaan. Om toch nog wel wat te doen. En ik ben vanwege natuurlijk ook gewoon in de sportschool geweest. Dus ik blijf dat wel gewoon doen. Maar dit, ik vind het gewoon zo. En ik vind het gewoon leuk om het bos te lopen. Maar ja, als je dan iedere keer dit soort dingetjes krijgt, dan raak ik wel een beetje van de waps. Dan ben je er niet tevreden over. Maar goed, hoe het ook zij. Oh ja, en voetbal natuurlijk weer. Hè? Het is in een uitgeklede vorm. Dus niet met de trainingen. Dus natuurlijk afgelopen dinsdag wel even bij de training geweest. Om eventjes al de jongens te zien, want zover ik weet was het nou vrijdag. Of het is eigenlijk bijna iedereen aanwezig. Gisteren heb ik dus de training meegemaakt, dat was ook bijna iedereen er. En de jongens die er niet waren, ja, die kende ik al. Dus op zich ook de nieuwe jongens nou allemaal gezien. En het is even afwachten hoe dat gaat lopen dit seizoen met qua verzorging. Want het hele pakket aan verzorgingen en data's en zo is nog niet helemaal rond. Dus er moet nog aan gesleuteld worden. Maar goed,
daar zijn andere mensen mee bezig. En ja, ik hoop dat dat het wel goed gaat komen. Ik denk wel dat dat goed gaat komen, maar ja, het is lastig. Het is lastig hoe dat allemaal gegaan is. Maar goed, we zullen het wel zien. En nogmaals, in zoverre, ik vind het niet erg. Ik vind het ook wel leuk om op deze manier toch, ja, je oude club een beetje uit te helpen. Doordat zij een probleem hebben gekregen. Je kunt natuurlijk zeggen van, ja, hun probleem is niet jouw probleem. Klopt, is ook zo. Maar ja, zo zit ik dan weer niet in elkaar. Ik wil het dan toch allemaal goed hebben. Goed afgeleverd hebben. En op deze manier, zoals het dan gegaan is, wil ik ze graag even helpen. Nogmaals, het is natuurlijk wel even verder voor de rest van het seizoen afhankelijk van wat er nog gaat gebeuren. Ja, ik hoop in de basis dat het dan wel goed komt. Dus, nou, ik ben weer thuis, zoals je ziet. Ik ga naar binnen, ga lekker douchen. Scheren. En dan gaan we een toertochtje rijden. Oh, die ga ik overigens ook opnemen. Dus ik, ja, dan gaat er ook een keer weer een motorvlogje komen. Ik ga er alleen aan werken dat ik ze niet weer heel lang maak, maar een half uurtje, ongeveer drie kwartier, dat moet ongeveer kunnen. En ik kijk wel in hoeverre dat er interessante beelden tussen zitten. Dus, maar goed, voor nu ga ik in ieder geval afsluiten. Ik zeg tot de volgende keer. Dan hoop ik dat ik weer wel weer rustig kan gaan lopen en ja, ik baal er een beetje van, maar goed. En, en als het goed is, van de week was ik bijna 2,5 kilo afgevallen. Dus ik hoop dat het geen miskleur was van de weegschaal. Maar ik heb het gevoel dat er nou weer iets af is. Dus ik fingers crossed. Natuurlijk ben ik er zelf bij. Maar ik heb het eten een beetje bijgehouden. En dus dat ik iedere keer dagelijks onder mijn calorieëntabel die je dan eigenlijk mag hebben. En toch viel ik niet af. Dus, maar ik denk dat het ook helemaal te maken heeft gehad met je werk. Je gaat in ieder geval best wel intensief werk naar wat minder werk. Minder intensief werk. Dus je lichaam reageert daar ook op. En die moet zich dan eventjes gaan herstellen en resetten. En dat inspanningslevel anders gaan maken. Dus, en ik denk dat ik daar nu in aangekomen ben. In die level. Dus dat mijn lichaam nou in de gaten heeft van, hoi, wacht eens even. Ik verbruik minder energie. Ik krijg wel wat binnen. En eerst was ik geneigd om dat helemaal op te slaan. Omdat je de hele dag door normaal gesproken actief bent. En nou denkt het lichaam van, zoveel hoef ik niet meer te verbranden. Dus ga ik een niveautje lager. Dan zou je natuurlijk zeggen van, oké, dan ga ik juist aankomen. Maar dat is dan, ja, ik weet het niet. Lamme. Misschien wordt het wel, ben ik wel een beetje aan het zwammen. Dat is ook goed. Dus goed, bij deze. Ik zeg tot de volgende keer. En nog even duimpje omhoog, even abonneren op dit kanaal. Ik zie dat mijn abonnees langzaam toenemen. Jawel. En dat vind ik leuk. Want zover ik... Zover ik gisteren of eergisteren toevallig gekeken had, zit ik... dat is niet geloven. Zit ik er bijna... Ja, je kunt zeggen van... Dat stelt het voor. Ten opzichte van de YouTubers of wat dan ook. Maar ik zit ook bijna 100 abonnees. Is toch leuk. Dus. Duimpje. Abonneren. Tot de volgende keer. Zeg de groeten. Ciao.